Een heugelijke dag voor het Canisius College. De nieuwbouw van de school werd vandaag feestelijk geopend. Burgemeester Bruls en wethouder Helmer waren bij de feestelijkheden aanwezig. Ook de leerlingen van het Canisius College waren blij. Ze hadden namelijk vandaag geen les. Nou, het doel van de renovatie is dat we het monumentale deel enorm hebben opgeknapt. En veel kleine lokalen allemaal hebben vergroot naar moderne lokalen. En dat we nu een prachtig modern gebouw hebben waar het onderwijs goed gegeven is. Dat is er niet gerenoveerd. Dus we hebben een deel dat is helemaal plat gegooid. En het monumentale deel dat is eigenlijk helemaal opgeknapt. Gangen zijn eigenlijk nog hetzelfde. De vloeren, that's it. En de rest is allemaal opgeknapt. Hoe bij? Blij. Ja, ongelooflijk blij. Dit heeft voor mij 14 jaar geduurd om dit hele project nu af te kunnen ronden. Dus zo lang zijn we bezig om het voor elkaar te krijgen. Het geld, zorg dat alles mogelijk was. En nu dat gelukt is en de school staat en de eerste leerlingen binnenkwamen die zo verwonderd rondkeken, dat was wel een geluksmoment. Ja. Maar de verbouwing zelf, de bouw ongeveer 11 miljoen.